Wat's up mensen, welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. En vandaag de nieuwe FUTDRAFT app. Deze keer dus van FIFA 18. Jawel, eindelijk is die uit. Toen had ik eerder met de FIFA 17 FUTDRAFT opgeschreven. En ik dacht van ja, wanneer komt er nou eentje van FIFA 18? En gelukkig werd ik daarop attent gemaakt door een van mijn abonnees. Ik weet niet meer wie. Sorry voor degene die dit heeft gezegd. In ieder geval wel bedankt natuurlijk. Want de app, geloof me, is heel gaaf. Jullie zien het hier. En ja, eerst dus even gewoon een korte rondleiding. Nou goed. Het zijn eigenlijk gewoon wel dingen die je ook verwacht van de app. Maar de graphics en zo vind ik op zich zelf heel erg mooi. En nou ja goed, dan gaan we dus ook zo gewoon een futdraffie doen. Dat is gewoon lekker. Een lekker futdraffie, ja toch? En gaan we eens kijken of we lekkere items kunnen krijgen. Hè? Ja, het is natuurlijk even anders. Maar ja, goed. Ik heb er wel ontzettend veel zin in. En dat zie je ook in deze video. Want het gaat hartstikke lekker worden, kan ik zeggen. En nou ja, deze video is natuurlijk eerder opgenomen dan de FUTDRAFT zelf, laat ik het zo zeggen. Ik praat niet tijdens dat ik de FUTDRAFT speel, omdat ik gewoon lekker geconcentreerd bezig wil zijn. En let niet op al die omgevingsgeluiden. Het gaat om mij, hè. Zo is het. Wat ik gelijk even wil vermelden is FIFA 18. Was natuurlijk, denk ik ook wel, aan een behoorlijke vraag van hey, waar bij FIFA 18 nou, kom op. Het is 19 september, hubbub. In eerste instantie wilde ik het niet kopen en dat was eigenlijk omdat ik het pittig duur vind. Ja, het geld gooit niet om mijn rug, zeg maar. Dus ja, ik dacht van, ik wacht tot kerst. Maar toen maakte een vriend van mij er attent op dat er een aanbieding is bij Game Mania. Leef je 2 games in die op een bepaalde lijst staan, dan krijg je FIFA 18. Dan moet je gewoon maar 19 euro betalen. Dan zou je denken van, 19 euro, dat kan je ook niet betalen. Ja, dat kan ik wel betalen. Maar ja, 60 euro vind ik wel heel erg overdreven. Maar goed, gewoon 2 games inleveren en je hoeft maar 19 euro betalen. Ik vind het helemaal prima. Duimpje voor Game Mania, hoor. En voor FIFA 18 natuurlijk. Dat wel helemaal. Dus, ik zat dus aan te denken van welke games staan erop. En welke games heb ik daarvan. En ik heb natuurlijk, zoals jullie inmiddels al weten, ik heb GTA. Ik heb Rocket League. Ik heb Saints Row de 4e versie, als ik het goed heb. Ik heb Goat Simulator. En ik heb FIFA 16 en FIFA 17 natuurlijk. Nou, FIFA 17, 16, die kunnen niet. GTA, Rocket League en Saints Row staan er wel op. Nou ja, je hoeft er maar 2 games in te leveren. Ja, GTA is toch wel de meest waardevolle. Is heel groot, heel leuk. Ja, GTA is gewoon het leukste van de 3. Rocket League speel ik niet heel vaak. En Saints Row speel ik echt amper. Speelde ik in het begin toen ik op had, echt heel vaak. Ja, ik heb niet gestreamd omdat ik dacht van, ik zit toch in een missie die me echt niet lukte. Ja, daarom kreeg ik ook een beetje gewoon de pest in. Dus die 2 games ga ik inleveren. Ja, maak gewoon reet uit wat de prijs is van die 2 games. Ik bedoel, je hoeft gewoon in te leveren. Bam, 19 euro maar voor FIFA 18. Dus dat ga ik zeker doen. Op het moment dat deze video geüpload wordt, heb ik waarschijnlijk FIFA 18 al. Weet ik niet zeker, maar geloof me, ik ga hem proberen in het weekend van 1 oktober zo snel mogelijk te halen. En goed, ik heb er ontzettend veel zin in. Eerlijk gezegd, ik gewoon 2 games leveren en bam, zo weinig betalen. Ik vind het echt een topaanbieding. Ja, wat ik al zeg, 2 games die waar ik toch niet veel mee doe, mogen voor mij betreft gewoon lekker weg. Dus dat gaan we ook zeker doen. Wat we natuurlijk op FIFA 18 gaan doen, ja, ik geef alvast een soort spoiler om zo maar te zeggen. We gaan natuurlijk gelijk beginnen met een Feyenoord carrière. Die ga ik uiteraard streamen. En dat is dan hopelijk al gelijk in het weekend van 1 oktober, zoals ik net al zei. Want ja, FIFA 18 Feyenoord carrière is toch wel hetgene waar ik echt naar uitkijk. Gewoon superspelers halen, Villalbaren halen natuurlijk. Lee Kuen Ho, dat wil ik ook sowieso halen als ter vervanger van Kramer, want Kramer is gewoon te sloom en Lee Kuen Ho is sneller, dat wil ik sowieso halen. Maar goed, natuurlijk ook mensen die jullie aanraden, misschien ga ik wel voor Ezekiel Barco, je weet het niet. Ja goed, daar heb ik gewoon ontzettend veel zin in, lekker weer transfers doen, FIFA 18, ja ik heb gewoon echt ontzettend veel zin in. En wat we natuurlijk verder in FIFA 18 gaan doen, dat zal natuurlijk uiteraard FUT worden, FUT draf je misschien, je weet nooit, en misschien een soort Road to Glory. Ik bedoel, ik moet toch vaker spelen vind ik zelf, want ik... Ja, er valt veel meer uit mij te halen. Dus zeker gaan we dan ook een FUTDRAFT doen. En in FUT. En FUT zelf natuurlijk lekker online spelen. Nou, online is echt niet heel handig. Anders krijgen we weer een vent die tegen me aanpraat terwijl ik een video aan het maken ben. Dus, of dat ik aan stream. Er zit op een gegeven moment een vent in de stream. Wordt helemaal kwaad of zo. Je weet niet. En kan ik ook gewoon tegen computer spelen. En natuurlijk verder de Journey. Uiteraard gaan we de Journey spelen. Misschien dat ik hem eerst even afmaak op FIFA 17. Maar ja, dat ga ik denk ik niet halen. Want ik wil gelijk FIFA 18 spelen. En streamen natuurlijk. Dus goed, ik heb natuurlijk al wat gezien. Wat video's van de bank zitten zo de Journey. Dus vooral het kapsel maakt me echt helemaal hype. Gewoon heel die balk rood maken. En dan echt gewoon een zieke, maar ook echt een ziek kapsel hebben. Ja, lijkt mij gewoon echt geweldig. Dus ook de Journey gaan we dus zeker streamen. Heb ik gewoon echt zin in. En als het goed zijn natuurlijk nog profclubs.
Ook leuk om te doen. Misschien een keer met meer kijkers als ik FIFA 18 ga streamen. Dat een beetje massaal tussen bij komen. Je weet het niet. Lijkt me op zich wel leuk om even met jullie natuurlijk popknuffels te doen. Ik kwam al eerder mee, maar dat ging helaas natuurlijk niet door. Maar goed, als ik meer subs krijg, is de kans groter dat ik met meer mensen popknuffels kan spelen. Dus daar ben ik er ook absoluut zeker weten van plan. En natuurlijk ook meerdere carrières. Want ja, zo'n fijne carrière was niet goed genoeg voor mijn carrières. Dat snap ik ook. Ik bedoel, er zijn ook internationale subs bijgekomen. Heb ik pas gezien. En ik denk dat iedereen Feyenoord zo even erg waardeert. Zeker Ajax-zieden en Lampies waarderen dat niet echt. Maar goed, Feyenoord op FIFA 18 is toch wel mijn eerste streven, mijn doel om mee te beginnen. Dus dat ga ik sowieso doen, maar dat begrijpen jullie wel in het perspectief van de Feyenoord-fan. En ja, wat daarna dus gaat komen. Ik probeer sowieso met een kleine ploeg te spelen. Dus gewoon lekker opbouwen, slechte spelers halen en uiteindelijk gewoon een heel grote ploeg worden. En een topclub zelf nemen. Ja, Barcelona, Real Madrid of een ploeg uit de Premier League. Ik weet nog niet. Laat het zeker achter in de comments. Dus hier beneden. En dan hoor ik dat gewoon heel graag. Ik bedoel, ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Ja, welke club het ook is. Met alle clubs gaan we gewoon een heel feest van maken. Lekker veel spelers die je aanraden erin gebruiken. Ja, dat lijkt me toch wat leuks. Hè? Gewoon allemaal hype spelers er lekker inzetten. Ja, lijkt mij gewoon een geweldig idee. Ja, zoals ik al zeg. Villalba komt er dan in. Die kunnen ho, Odomadi, Aitor. Noem maar op. Ja, Odomadi. Ik weet niet of die erin zit. We zien die tegen de tijd wel. Maar in ieder geval, allemaal helden komen terug. Dus ja, ik heb er echt ontzettend veel zin in, jongens. Ja, ik ben helemaal hype, echt waar. Dus ik mag hopen dat het allemaal goed gaat. En nou ja, ik bedoel 19 euro. Is toch echt een duimpje waard, jongens. Laat even een like achter natuurlijk, hè. Voor de aanbieding van Germania. Maar ook, ja, voordat ik verwachting ga halen, hè. Voor Internal Cash. Hey, is ook een duimpje waard, hè. Dus wees er ook zeker bij het streamen in het weekend. Want er wordt echt een feestje. Lekker veel spelers aanraden. Transfers. De nieuwe game, echt alles wordt echt super vet, dat weet ik nou al. Dus wees er zeker bij. En dan komen we nu bij het einde van deze video. Zeg ik uiteraard weer bedankt voor het kijken. En laat een like achter natuurlijk als je dit leuk vond. Joh, als je de FUT af leuk vond, als je dit leuk vond. En reageer als je een idee hebt voor FIFA 18. Bedankt voor het kijken dus. En zoals ik altijd zeg, ciao mensen.